Hallo mensen! En welkom bij dit vlam-achtig geval, ding, iets, Zelda, Legend of Zelda, Oracle of Ages. Briljant intro, gewoon briljant. Briljant intro, ja. Echt geweldig intro. Let's rest tussen Jordi en mij. Dat wordt nog wat. Ja. Dit wordt lang, let's rest. Let me op mijn woorden. Zowel Harm als ik hebben een Oracle of Seasons gedaan. En nou doen we Let's Race Oracle of Ages. Omdat die spellen gelinkt met elkaar zijn. Nou, laat ik maar zeggen dat ik op dit moment, wanneer dit opgenomen wordt, nog bezig ben met Oracle of Seasons. Ik heb net part 4 opgenomen. Hij heeft net part 4 opgenomen. Hij is volgens mij nog net bij de tweede tempel. Of niet? Ja, ik ben net in de tweede tempel. Ben al de waarbij eerste ik hem moest helpen. Ja. Serieus, ik ben geen Zelda pro. Maar volgens mij kan ik het zelfs op blind doen. Ja, maar als je naar mij first kijkt, maar try. Ik zou je vertellen, bij A Link to the Past ben ik al helemaal niet goed. Ja. Echt niet. Maar ja, dit is waarschijnlijk pas 2013. Dus welkom in het nieuwe jaar! Nou, oh ja, ik had nog een deel openstaan, hè. Kut. Oh, ben je al... Ik druk op start. Oh. Je mag alvast gewoon... Ik val veel vast naam in of zo. Daar ben ik ook mee bezig. Ik noem mij Dark. Waarom? Geen flauw benul. Ik begin al. Ik noem mij gewoon Link. Lekker mainstream boy. Ik ben Dark, oké. Dat is niet mainstream. Oké, wat mij betreft kunnen we beginnen. Ik ben al bezig, accept our quest hero. Bij mij staat dat ik hoef alleen nog op A te drukken en dan... Nee, die start de game niet gelijk, maar dan moet ik alleen de tekstsnelheid invoeren. Mm-hmm. Nou, daar ben ik al, dus klik maar gewoon door, het is een race. We hebben al begonnen dan. Huh? We hebben begonnen. Ik heb nou Link die draait in rondjes. Jezus, ik druk nu er pas in. Oké. Okay. Niet op start zeggen of zo, lekker eerlijk. Ik ben altijd zo eerlijk. Ik wacht tenminste, ik kan ook gewoon doorrushen. Ik ga de tekst niet lezen. En jongens, ik ben aardig, ik ga de tekst wel lezen. Het ziet er al anders uit, help. Heb ik ook, help. Hé, die gast is blauw, waarom is die gast blauw, weet je dat? Hij is vergiftigd, gok ik. Was aangevallen. Oh ja, we mogen geen speedknop gebruiken. Nee. Oh cool, hij achtervolgt je gelijk. Apies. Hij wil Nairu, de zanger van Hyrule. Dit speelt zich ook af in Hyrule, dat is wel awesome. Wat is dat dan? Wat bedoel je, die steen? Ja. Dit is rock met de upteken. Could you move this rock, be Link? Nee. I'll just... I can't do it. Ja, fuck jou. Zo. Klaar. Ik ben al verder. Ja, ik ook. Dat was moeilijk. Als je daar niet al verder komt, dan ben je echt... Het ergste is, ik duwde vooruit. Ja, en nou kijk, ga ik luisteren naar Nairu. Als een stalker. Moet je met iemand praten of zo? Nee. Nou, ik ga niet helpen hoor. Oh jongens, degene die als eerste een walkthrough gaat kijken is, het mag. Je mag een walkthrough kijken. Maar je bent gewoon slecht. Ik begon niet wat ik moet doen. Met uiteindelijk even shit. Hey Nairu heeft blauw haar. Seems dat je ik. Kun je al met haar praten dan? Ja, ik kijk al naar haar. Oh ja, ik ga er nu naar kijken. Mijn naam is Ralf. Ik ben een oude vriend van Nairu. Waarom ben je een oude vriend van Nairu? Geen idee. Sowieso, Link. Sowieso. Wat kijk je, baby? Oh, dit is niet Hyrule, dit is Labrina. Wauw. Dat vind ik altijd kut als het niet in Hyrule wordt afgespeeld. Ja. Ik noem ik geen echte Zelda game altijd. Zelda. Alles. Ik ben aan het spammen door de tekst. Oh my god, ik voel het al aankomen. Is dat toevallig, is het Oxyzit? Ja, het is dat is de gewone geest, oké. Oxy nog wat. Hey, mijn naam is... Wait. Veran. Sorceress of Shadow, oké. Ik ga sneller door de tekst dan jij hoor. Boom. Ze is bezeten. Oh, dat is nu bij mij nu pas. Ja, maar jij bent ook eerder begonnen. Wat nou eerder begonnen? Ja, jij bent eerder begonnen.
Oh my god, ik ga zo hard verliezen dit. Het is nog maar het begin van het spel. Ik begon niet waar ik naartoe moet, ja. Ik weet niet eens waar de stad is, dus dan kom je al lekker ver. Ja. Nee. Waarom is het een lange intro dan bij Oracle of Seasons? What the fuck gebeurt daar? Het tijdportaal. Ja, daar kan je nou niet op, hè, Ralf. Als dat pech hebben. Hij kan ook gewoon klimmen. Ja, maar die logica, dat is Nintendo logic. Je kan hier niet klimmen. Nintendo logic. Een remmerheid kan veranderen in een octillery. Nintendo logic. Ja, echt, hè? Een fish in inkvish. Is dit het verliefde stelkoppel of zo? What the fuck? En die is dood. Oh, is een opa. Lol. Oh, dan heb ik je ingehaald. Ik loop denk ik een fractie van een seconde voor, want bij mij is er nu nog maar één aap over. Bij mij ook. En doe die geen. Ah. Oh. Ik loop voor, eindelijk. Fuck jou. Nee, dat vind ik zielig als dat gebeurt er. Ah, oh, dat vind ik zielig, dat jonge kindje. Dat jonge kindje sterft. Waarom kijkt hij als een bitch naar dat kleine kindje? Ja, dat is geen pedo, toch? Nu wordt Ralf overgenomen. Nee. Oh, ze zit op de grond. Ik dacht altijd dat dat hun ogen waren. What the fuck? Als ze zo naar beneden zitten, dacht ik altijd dat die stipjes de ogen waren. Wat is mis met jou als dat de ogen zijn? Dat heb ik altijd gedacht, hè. Hey, kijk, de wereld was meer normaal. Nou, wait, I'll save you. Wat gaat hij doen? Gaat hij klimmen? Oh, bij mij is die ouwe nu al wakker. Oh, bij mij... Nu. Ja, maar ik skip gewoon de tekst. Dat is niet slim, maar... Ik zie heel langzaam de tekst. Up, press Zelda, die shit. Ik heb het zwaard. Wow. Ik zit altijd... Het klinkt misschien raar. Ik zit altijd mijn zwaard op A. Ik had op B. Omdat ik gewoon met B niet goed ben. Omdat ik met B heel goed ben. Ik kan beter met A slaan altijd bij Zelda. Heb ik altijd gehad. Behalve bij Wind Waker. Dat moet ik B hebben. Ja. Labrina, la bla bla bla. Even kijken, heb ik muziek aan? Ik vind dat de soundtrack van deze game op zich wel goed is. Waarom loopt er een zandloper bovenin de bovenhoek? Hoe moet ik dat weten? Is dat de tijd waarin het zich afspeelt of zo? En ik heb verkeerd gelopen, jee. Ja. Als ik het goed heb, is er maar... Ja, er is in het verleden en heden en toekomst. Hebben we eigenlijk al verteld waar we dit gaan uploaden? We gaan op ons beide kanalen. Beide kanalen gaan we dit uploaden. We zijn allemaal commercieel. We gaan alles uploaden tegelijkertijd. Ja, en we gaan... ik waarschuw jullie. We gaan om de week... Om de week? Nee. Oké, dat is niet voor mij. Dat vind ik een beetje te... Om de week vind ik een beetje te... Ach, je weet hoe ik ben. Ik maak mijn let's plays wel af. Ook het duurt fucking lang. Ik ben in de stad. Even kijken. Ik ook. Shop. Oh, hier fuck jou. Shop. Fuck jou, shop. Ik ga naar de shop toe. De muziek is nu al leuker dan bij Oracle of Seasons, kan ik vertellen. Ja, dat vind ik ook. Hey, even een vraagje, wat is die doelen van die ringen? Want daar zit ik ook een beetje vast mee met mijn LP. Nou, vast mee. De ringen? Die power bracelet? Ja, wat kan je ermee? Kan je stenen mee optillen? Nee, ik bedoel gewoon die ringen. Die ringen. En heel veel heb je niks. Ja, er zijn maar een paar ringen die echt wat je veel aan hebt. Oh, kan je hier weer... Ja, je kan er weer een naam geven. Ik geef hem dezelfde naam als in mijn LP. Piet. Jan Klaassen. Hey, hoi Makutri. De thee ziet hier uit alsof iemand dood is. Zo'n thee ziet eruit. Ik ben aan het praten met de Makutri. Nu al, ik weet niet eens waar dat ding is. Oh, nou maar. En ze geeft regenboogkleuren, yay. Makutri Road. En ze is weg, oké. Okay. Oké. Ik kan me dit nog heel, heel vaag herinneren. Heel vaag. Nou, jouw vaag is mijn goed. Hé, hey, dit is leuk. Ik heb het spel nooit gespeeld. Serieus? Ja. Ik doe het gewoon fucking blind en ik weet waar ik naartoe moet. Fuck yeah. Oh, ze janken. Ah, zielig. Nou, geef me je shit, dan kan ik door. Fuck yeah, ik doe dit spel blind, fuck yeah. What the fuck ben jij voor... Ik ben echt... En toen was de boom weg? Ja. En toen? Oh, we gaan naar de andere wereld al. Oh, je gaat naar rechts, dat is slim.
Is deze met de kangaroo of is dat een andere? Oracle of Seasons heeft kangaroo, deze spel heeft kangaroo. Oké. Okay. Beide hebben kangaroos. Oh, heerlijk, die Zelda muziek. Oh nee, dat is Lord of the Rings muziek, hè? Wauw, dit ziet er heel apart uit, dit. Hm? In deze andere wereld. Ik heb nog nooit Lord of the Rings gezien. Oh. Wat heb je wel gezien? Ik heb ook nog nooit Star Wars gezien. Ik ben geen filmmens. Jij hebt nooit geleefd. Jij hebt nooit geleefd. Je hebt Star Wars niet gezien, je hebt Lord of the Rings niet gezien. Jij leeft niet, dat is het probleem. Oké. Okay, wauw, dit is het kleinste kamertje zeker van het spel. Paper. Doe mij een paper. Oh, die zit ook in Majora's shit. Majora's Mask. Toevallig. Waar Justin op dit moment mee bezig is. Ja. Of misschien al af heeft. Nee, echt niet? Dan vragen we om te veel, hè? Dan vragen we om heel veel. Ik denk dat hij nu bij part rond 75 part is, denk ik, op dit moment. Nou, part 75. Hij uploadt het bijna dagelijks, hè? Ja, dat is waar. Waar had hij die tijd vandaan, joh? Met zijn gymnasium en shit. Ja, en dan zegt hij, ja, ik kan nooit opnemen. Ja, nee. Waar moet ik in godsnaam naartoe? Ja, nu loop ik ook vast. Maar ik ga het volhouden. Ik ga gewoon... Niet walkthrough gebruiken, niet walkthrough gebruiken. Ik weet zeker, ik heb nu al één item meer dan jij. Nou, welk heb je? Ik heb al zo'n teer. Zo'n wat? Zo'n blauw druppeltje. Oh, ik krijg een cutscene. Oh, teer. Ik ben dus nu verder dan jou als ik al een cutscene heb. De Black Tower. Ik ook. Oh, ben je op hetzelfde punt? Ja. Bij een werkertje. Dank u. Give me shuffle. Give me the shuffle, ja. Voor mij geeft hij ook je shuffle. Black Tower. Is het... van inbrekers of zo. The Queen Amby is impossible to hear. Jongens. Wauw. Dit is awesome. Now the work hours to... Is het in de toekomst en het verleden of zo? Dit is het verleden. Is dit het verleden? Je zou eerder denken dat dit de toekomst is, ja. Nee, de Mako Tree is weg. Dus ik denk dat dit het verleden is. Oh, ages. Ja, ages. Jaren. Jezus. Goh. Leer ik ook eens mijn Engels. Waar zit je nou niet achter? Nee. Facepalm! Ik ben nu gewoon wat random aan het rondlopen hier. In die ja, ik wil een shovel. Geef me mensen een shovel. Hey, wat nou weer? There's no going past the point. Nothing up is complete. So there's no entry. Okay, now get it. Fuck jou, nu heb ik een heel stuk gelopen. We gaan lekker commercieel doen. We gaan gewoon soms één part bewerken die 8 minuten duurt. Moeha. Jij bent commercieel, ja. Ja, hallo. Dus oh, ik kan het nu ondertussen wel rustig vertellen, want ik ben toch van plan binnenkort een update video te doen. In 2012 nog. Ik heb toch een wekelijkse serie op EGK, dus ja. Op dit moment dan. Ik weet niet of dat als dit geüpload wordt nog steeds zo is. I've got a shovel. Jordi, ik denk dat ze jou ook wel binnenkort dat gaan zeggen, hoor. Oh, geen idee. Heb je al een schep? Ik heb een schep. Kut. I'm a dwarf and I'm digging hole. Dikkie dikkie hole. Nu ben ik benieuwd van welke gozer ik het krijg. Jij hebt zeker met iedereen gepraat, of niet? Ja, ik ben slim. Ik praat met iedereen. En ja, dat krijg je als je met iedereen de tekst doorskipt, hè? Nee, ik skip het niet. Ik praat niet met iedereen. Oh ja. Neem niet kwalijk. Oh, cola, godverdamme, stuur. Wat voor aparte cola heb je dan wel niet? Freeway cola van de Lidl. Een beetje Germain shit. Dat is geen cola meer, dat is prut. Nou, ik proef bijna het verschil tussen cola hoor. Mm-hmm. Als ik maar cola drink. Als ik maar cola drink. Je weet hoeveel cola er bij mij in een week ingaat. Is het meer dan 10 liter? Nee, 3 ongeveer. Dan win ik. Hoezo, drink jij heel veel dan? Ja. Jee, ik heb ook een schep. Jee, ik ga naar de Mako. Mako, kom hier. Vleemuizen, sterf. Ken je dat gedoe in Oracle of Seasons, dat je naar die andere stad gaat?